Sima Jimidar, voetreflexoloog, tevens CEO van SkinGlance, die heeft er voor wat betreft haar Oppojari voor 2024 een project, haar project die ze al 19 jaar lang heeft gedaan. En dat is dan een broodjesproject aan dak- en thuislozen, dan voortgezet. Zij is er met haar team dan geweest richting de binnenstad, waar ze heel wat dak- en thuislozen dan hebben voorzien van een broodje en koffie. En zo heeft ze dan haar Oppojari gedaan voor wat betreft SkinGlance en voetreflexologie. Wij van TBN Prime Alert spraken met haar en zij vertelt er veel meer over dit project. Dank u wel, alvast een gelukkig, gezegend en een voorspoedig en gezond 24 voor iedereen. Iedereen wensen we dat toe. Ja, we zijn begonnen met het, elk jaar starten we in Suriname met een sociaal project. Dat is dus ons Oppojari project, zo roepen we dat. Het is nu voor de 19e keer dat we dus 4 uur in de ochtend, 5 uur in de ochtend opstaan om morgen, ik ga geen reclame maken, maar het is de sardine waarmee we al zoveel jaren werken. En broodjes en koffie maken. Alles wat wij zelf, zoals wij het eten. Anders wordt mijn dochter, die houdt er niet van, want zij eet dat broodje ook. En wij drinken dezelfde koffie. Gaan wij op pad met vrienden en kennissen. En dit jaar is weer ook hetzelfde. Dat was gisterochtend. Zij worden dus heel vroeg opgestaan. We hebben gekookt en we zijn gezellig op pad gegaan. Het was heel leuk. We hebben de thuis- en daklozen binnen in de binnenstad lekker verrast. En blij gemaakt met een heerlijke koffie. Ze mochten meer koffie nemen dan 1 kopje natuurlijk. Het mocht altijd meer. En dit jaar hadden we zoals altijd weer te weinig brood. En ook weer te weinig koffie. We hebben zelf die hele ijsbox zo moeten omkantelen om de laatste drup erin te zetten. Voor ze. Wat je hebt van sommige van de thuis- en daklozen, die lopen met hun kannen, hun bekers of flessen. Die ze alles schoon gewassen hebben. En dan vragen ze of je daarin voor ze kunt overschenken. En dan doe je dat ook heel graag. Je gaat dan niet een klein cupje maar geven. Maar dan schenk je daarin voor ze over. En anderen die gooien het 1 keer achterover. Zo heet als die koffie is. Weet jij. En dan willen ze weer nog een kop. Dus ja. Ja. En hoe is het allemaal 19 jaar geleden begonnen? Idee daarachter? Het is eigenlijk, het was kort dat wij in Suriname zijn komen wonen. Kort ervoor zijn we in Suriname komen wonen. En het is eigenlijk als een, ik liep met de kinderen altijd in de binnenstad. In de avonduren gingen we meestal wandelen met onze camera. Dat was keukentje, was in een gele tas in de vorm van een keuken. We riepen hem ook keuken, een Nikon camera. Die kinderen vonden het leuk, dus we liepen altijd en dan zag je ze de thuis- en daklozen zo lopen en praten. En ze zeiden altijd, mama geeft ze ook een broodje. Mama geeft ze ook een dit, geeft ze ook een dat. En zo is het eigenlijk begonnen. 1 keer in het jaar hebben we gedacht van, oké, laten we ze geven. Natuurlijk heb je niet zoveel dat je elke dag kan geven. Maar van, laten we dan beginnen, kijken wat het gaat worden. En dat is een vanzelfsprekend project geworden. Vanzelfsprekend gegaan dat het moest gebeuren. In januari, zodra je 1 januari is geweest, was het, mama, wanneer gaan we? Mama, wanneer gaan we? En in het begin was het, ik en mijn 2 dochters en een paar vrienden. En toen is het gaan uitbreiden nog meer. Iedereen die erbij is, kwam natuurlijk ook mee. En binnen de groep, dit jaar was er, Esselin Simbudat Pandey was erbij. Rahid Abdul, die heeft voor alles had niet gezorgd. We hebben Kishan Kalpo gehad, die heeft voor melk gebracht. Voor melk gezorgd. En mijn dochter en ik zijn op pad gegaan en we hebben dus dat allemaal gedaan. Ja. En is dat 19 jaar onafgebroken? Ja, 19 jaar onafgebroken, alleen in de COVID-periode niet. Dat is het enige dat we niet hebben gedaan, is de COVID-periode. Toen zijn we dus even gestopt. Maar dat jaar, want COVID is begonnen in april. Januari was al geweest, dus zijn we geweest. Ja. Maar u zei daarnet, mevrouw Jimidar, dat u een tekort hebt gehad aan koffie en broden. In die 19 jaren, wat heeft u opgemerkt? Een toename aan thuis- en daklozen? Grote toename.
grote toename. Je schrikt hoeveel er zijn. En je ziet ze eigenlijk niet zo 1, 2, 3. Want als je op straat gaat in de ochtenduren tegen 6 uur, half 7, zie je eentje hier slapen, eentje daar slapen. Maar wanneer je die ene hebt gegeven, en hij zegt, oh, we hebben weer gehad, no? En wachten. En voordat je denkt, hebben ze de anderen al gemeld. En je schrikt hoe ze komen. Mm. Ze komen echt een heleboel bij elkaar van, ja, wij ook. En hij zegt, ga naar daar, ga naar Veerplein, ga naar Watermolenstraat, ga naar Waterkaan, ga naar Maagdenstraat, daar zitten ze, daar zijn ze. Maar we gaan ze alvast beginnen te zeggen. Mm. En je weet zelfs niet hoe het gaat en hoe ze elkaar melden, maar ze melden elkaar. En als je in de straat komt, dan zie je ze staan al te wachten op je. Ja. En het is altijd leuk geweest, nooit onbeschoft, geen vervelende contacten met de thuis- en daklozen, altijd positief. En het mooiste van de thuis- en daklozen is, als je één hebt gegeven, zegt hij altijd, hij moet ook krijgen. Kijk, hij heeft niet gehad. Of ik heb mijn vader of mijn vriend of mijn, die is er ook. Zou je die ook kunnen geven? Ik ga me nu roepen hoor, je moet niet weggaan. Dat zijn weer de dingetjes, de andere kant van mens zijn. Maar waarom doet u op een jari met een giving back to the community? Waarom doen we dat? Het is eigenlijk wat ik net vertelde, ja, door de kinderen gekomen. Ja. Omdat wij altijd... Nee, ik bedoel, u kon u op een jari feestje hebben gehouden met familie en vrienden, maar u geeft terug aan die samenleving. Doet u dat omdat u toch wel het hele jaar door ook verschillende sociale projecten doet? Vandaar het sociale, want u zou ook gefeest kunnen hebben. Zegt het heel mooi, we kunnen feesten. Maar we kunnen allemaal zelf feesten. De mensen die op mijn feest komen, kunnen ook zelf feesten, toch? Kunnen alles ook zelf halen. Maar het is ook leuk, u kent mij denk ik al zo'n beetje. Het is, wij vinden het leuk om te geven en te helpen waar het kan. Natuurlijk kan je niet veel. Maar dat kleine beetje dat je kan, doet ook wel iets voor je mens zijn. En dat vinden wij altijd leuk. En vandaar dat we het ook doen en blijven doen. We zijn begonnen met volgens mij 10 of 20 broden, hoor, toen wij begonnen. Mm. En nu is het een heleboel. En het is elk jaar weer meer en meer en meer. En koffie ook meer en meer en meer. Maar het is wel steeds weer... Er zijn veel jongeren. Wat ons is opgevallen, dat wij veel jongeren hebben gezien. Mm. Vroeger zag je ouderen. Er zijn veel dames. En jongeren. Jongeren op straat, dat waren wij niet. Dit jaar heb ik wel veel jongeren gezien. Dus er moet meer aandacht komen voor mental health? Ik denk het wel. Ik denk wel dat we iets moeten doen. De samenleving, overheid, de instanties. Kijk, ik wijs geen vinger nogmaals. Dit is iets dat wij uit onszelf doen en blijven doen zolang wij dat kunnen. Blijven we onze sociale projecten voortzetten. En dan, dit was leuk om het te doen. En het heeft een blijvend karakter gehad. En nu al voor de 19e keer. Wij hadden zelfs ook niet gedacht dat het zou lukken om het zoveel keren te doen. Tijdens COVID hebben we niet op die manier kunnen starten, maar hebben we het op een andere manier gedaan. Dan wanneer wij dan iets, altijd als wij over straat reden, wanneer we konden rijden, dan probeerden wij hun toch ook iets te geven. Toch? We hadden altijd iets bij ons in de auto, zodat we het konden afgeven. Dat is wat je kan doen. Meer konden we tijdens COVID niet doen. Maar dat we 19 jaar in een row dit zouden doen, is wel leuk. Om het zelf ook. Ja. Ja, het maakt je ook een beetje emotioneel natuurlijk. Maar het is wel een opoffering. Om 4 uur in de ochtend, weer begin van het jaar, je hebt gefeest, je hebt dit, je hebt dat. We hadden ook ons afsluiting van vorig jaar gehad met Huizenbied. Zeg vorig jaar. Het was nog een paar dagen. Ik vind het een beetje vreemd. Klopt. Het was 27 december bij Huizenbied, Aliada. Dat was ook een heel leuk project. En dit jaar openen daarmee. Maar het vroege ochtend opstaan. Want je gaat al laat naar bed. Je bent ook al vermoeid. En 4 uur gaat de wekker opstaan. En de voorbereidingen treffen. Maar het is altijd gezellig en leuk. En zolang wij het kunnen doen, zullen we het blijven voortzetten. En ja. Ja. En wat heeft de voetreflexoloog, tevens de CEO van Skin Glens, zich voorgenomen voor 2024?
voor wat betreft sociale projecten? Oké, wat betreft sociale projecten gaan we sowieso verder. Alles wat op onze pad komt en wat wij al deden. So, wij gingen al naar een instantie om te helpen. Dat gaat door. Dat gaan wij blijven voortzetten. En voor de rest, meestal hebben we met rond de hoogtijdagen ook een leuk projectje. We zijn nu al aan het bedenken voor Moederdag. Om te kijken wat we voor Moederdag kunnen doen. Misschien weer iets nieuws. Als we van tevoren bedenken, kunnen we misschien op een andere wijze. Want vorige keer was wel leuk. Met de zanger en muziek en alles. Dus we gaan kijken of we het ook op een andere manier dit keer kunnen doen. Kijk, het zou wel leuk zijn om de moeders ergens naartoe te brengen. Maar het is niet zo makkelijk om dat te doen. Omdat deze mensen al in een moeilijke situatie zitten. En uit huis gaan, gaat hun ook niet lukken. Toch? We hebben ook al make-over voor mama's gedaan. We hebben ze ook gebracht naar verschillende winkels om kleren te halen. Manipedi, mooi maken, eten, drinken met band en alles. Dus ja, het is nou even nadenken. We hebben veel gedaan, maar er moet wel iets zijn dat we nog niet hebben gedaan. Dus we zijn nu aan het brainstormen voor Moederdag alvast. En daartussen natuurlijk ook de volgende dingetjes wat op onze pad komt. En natuurlijk met voetreflexologie gewoon doorgaan.